Welkom bij 24trains.tv en mooi dat je weer kijkt. Deze week een hele hoop nieuwe video's. Zo staat er een actueel 24trains.tv report voor je klaar. Kun je een mooie modelspoorbaan uit Amerika zien. En natuurlijk is er weer de trein van de week. De zomervakantie is nu toch echt voorbij, maar bij 24 Trains hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we een nieuw report voor je gemaakt, nummer 25 alweer. We praten hierbij over het laatste treinennieuws. Het kan over grote treinen gaan, maar natuurlijk vergeten wij ook modelspoor niet. Dat is nog lang niet alles, want we hebben iets nieuws op 24 Trains wat je zeker leuk gaat vinden. Blijf kijken, want straks vertel ik je er alles over. Eerst nemen we nog even onze nieuwste treinenfilms en magazines met je door. Zoals je misschien al weet kun je Trainmasters TV uit de Verenigde Staten ook bekijken bij 24 Trains. We hebben weer een heleboel nieuwe series van ze met modelspoor uit Amerika. En de modelspoorliefhebber kan dit najaar zijn hart ophalen, want we beginnen met een zevendelige serie waarin een mooie modelspoorbaan de hoofdrol speelt. Het thema van de baan is de Bear Creek en South Jackson in de jaren 50. Er zijn veel Alco diesellocomotieven in actie te zien, vandaar ook de titel Hot Trains Alco Mania. Alco is de afkorting van American Locomotive Company, een Amerikaanse fabrikant van voornamelijk locomotieven. Het bedrijf had tot in de jaren 50 een vooraanstaande positie op de Noord-Amerikaanse markt voor spoorwegmaterieel. De modelspoorbaan is in de half-nul schaal en tot in de kleinste details afgewerkt. Je kan dus bij 24 Trains genieten van prachtige beelden van Amerikaanse modeltreinen in deze exclusieve serie van Trainmasters TV. Natuurlijk hebben we ook modelspoorvideo's uit Nederland. Zo bezocht modeltreinhobby de smalspoorlijn Katwijk-Leiden. Eerst werd de mooie rit gefilmd met een smalspoor stoomlocomotief die een rondje reed om het Valkenburgse Meer. En natuurlijk moest er daarna ook nog een bezoek worden gebracht aan het volledig vernieuwde museum. Het is prachtig geworden met veel modelspoorplezier. Dus ga snel kijken naar dit exclusieve verslag, speciaal gemaakt voor 24trains.tv. Nog meer smalspoor, maar dan in Duitsland. De Fichtelbergbaan is een smalspoorlijn van 750 mm spoorbreedte in de Duitse deelstaat Sachsen. Die spoorlijn die loopt van Kranzaal naar het skigebied Oberwiesenthal in het Erzgebergte. Prachtige beelden van een hele mooie lijn. Gaan we vanuit Duitsland naar Engeland. De Bluebell Railway is de eerste normaalsporige spoorlijn die werd bewaard voor stoomtractie met museummaterieel. De Bluebell Railway Preservation Society reed haar eerste trein op 7 augustus 1960. Minder dan 3 jaar nadat de lijn van East Grinstead naar Lewes was gesloten door British Railways. Het is een 17,7 kilometer lange museumspoorlijn en er wordt gereden met prachtige Britse stoomtreinen. In 2021 was er een jubileum evenement waarvan je de beelden natuurlijk bij ons kunt bekijken. Iedere week hebben we weer wat nieuws bij 24 Trains en onze collectie groeit maar door. Met meer dan 3500 treinenfilms en magazines zijn we de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Ga dus in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand ben je al abonnee. Dus voor die prijs hoef je het niet te laten en maak je je treinenhobby helemaal compleet. En je weet het, je kan het abonnement gratis 2 weken uitproberen zonder enige verplichting. Zoals net gezegd hebben we een nieuw 24 Trains report voor je gemaakt. Het bevat het laatste nieuws op treinengebied uit het binnen- en buitenland. Het is inmiddels alweer het 25e report voor 24trains.tv. Alle andere reports die kun je natuurlijk ook weer terugkijken bij ons. Deze keer hebben we onder andere nieuws voor je over de stakingen bij NS, de internationale treinen van en naar Nederland en de eerste waterstoftrein ter wereld in reguliere dienst. Ga dus snel kijken, dan ben je weer helemaal bij. En dan, ons grote nieuwtje. Je kunt vanaf nu namelijk ook live treinen kijken bij 24trains.tv. We hebben diverse webcams over de hele wereld voor je geselecteerd. Je vindt ze in een nieuwe categorie met de naam webcam. Ik vind natuurlijk de webcams van de Rhenische Baan in Zwitserland heel erg mooi om naar te kijken. Maar heb jij zelf nou ook een leuke webcam die er nog niet tussen staat? Laat dat ons even weten in een comment onder deze video. Bij 24trains.tv hebben we diverse magazines die je kunt lezen. Zo hebben we maandelijks de nieuwste edities van Trackside Model Railroading uit de Verenigde Staten. Dat staat boordevol verhalen over prachtige modelbanen en treinen. Tips en tricks over het creëren van modelspoorbanen en locomotieven uiteraard. Uit hetzelfde land verschijnt ook iedere maand de Model Railroad Hobbyist. Nadat je alles gezien en gelezen hebt, kan je heerlijk ontspannen met de cabinerit. We hebben er genoeg van. Eentje die ik je kan aanraden is die van de Tenda-spoorlijn. Die wordt beschouwd als een van de mooiste routes door de Alpen. Het eerste deel van de reis, vanuit het Italiaanse San Remo, gaat over de kustroute naar Ventimiglia.
pittoreske dorpjes, palmbomen en het uitzicht op de Middellandse zeekust wisselen elkaar af. En vanaf Ventimiglia gaat de lijn landinwaarts door de Italiaanse en Franse zeealpen naar het eindpunt Cuneo. Geniet van deze heerlijke rit langs de zee en door de bergen. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week is op verzoek van iemand die een comment achterliet op onze YouTube-video. De Lok 2000 is het. Deze Zwitserse elektrische locomotief is in dienst bij de Zwitserse spoorwegen SBB als serie RE460 en bij de BLS als de serie RE465. Je ziet ze beide voorbij komen in een serie over de Lutsbergen spoorlijn. En wat is jouw favoriete trein van de week? Laat het ons weten in een comment onder de video. Zoals je ziet hebben we de beste films en magazines met alles wat met treinen te maken heeft. En wat wacht je dus nog op? Ga in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en neem dat abonnement. Voor maar €4,99 per maand ben je al abonnee. En geef deze video natuurlijk een like. En abonneer je ook meteen op ons YouTube kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van onze nieuwste video's. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.